hier heb ik de enige foto die gemaakt is in de onderduiktijd. Daar zie je mij als klein kereltje met klompjes aan op een paard zitten. En daarachter zit de jongste zoon van de familie Ebbers. En die foto is naast de boerderij van de familie Ebbers genomen, waar we ondergedoken waren vroeg in de zondagochtend. Dat kan ik me nog herinneren, want men was bang dat er dan anders misschien vreemde mensen mij zouden zien. Dat moment van onderduiken, dat heb ik pas gehoord anderhalf uur ongeveer voordat we daadwerkelijk gingen onderduiken. Want mijn ouders hadden me dat niet verteld. Later heb ik ze dat wel eens gevraagd, hoe komt dat? En toen zeiden ze, ja, wij waren bang dat als we dat al lang van tevoren aan jou zouden vertellen, dan jij dat aan je vriendjes zou zeggen en dat dat mogelijk gevaar zou opleveren en dat dan onderduiken overbodig zou worden. Dus toen ik terugkwam op een donderdagavond 24 september 1942 uit Winterswijk van de school, toen kan ik me nog herinneren dat mijn moeder zei, je wordt over een uurtje opgehaald door Willem Terbeek. Dat was een collega, een niet-Joodse collega veehandelaar van mijn vader. Die neemt je mee achter op de fiets en die brengt je naar een boerderij. En dan kom ik een uurtje later. En zo is ook geschied. Dus ik ben bij hem achter op de fiets gegaan. En toen zijn we naar de familie Ebbers gegaan in Lintelo. Dat is een buurtschap tussen Varsseveld en Aalten. En daar is mijn moeder een uur of anderhalf uur later gekomen. Wij met z'n tweeën, moeder en ik, zijn daar ondergedoken. En mijn vader dus bij de familie Hofs. Het feit dat natuurlijk ook mijn moeder kwam, dat gaf natuurlijk wel een grote geruststelling. Je werd natuurlijk niet aan je lot overgeladen. Kijk, later heb ik gehoord dat dat een hele grote uitzondering was, dat je samen met je ouders ondergedoken was. Want mijn vader is later ook zelfs op de boerderij van de familie Ebbers gekomen. Dus ik heb altijd de bescherming van mijn ouders gehad. Tot mijn grote verrassing kreeg ik op mijn 8e verjaardag in 1943, en dan weet je ook meteen hoe oud ik ben, een mooi cadeau, namelijk het vliegtuigje. En dat kreeg ik via een ondergrondse man. En die had het opgehaald bij mijn neef, mijn oudste neef Jonny. Die was met zijn twee broers ondergedoken bij de familie Geurink in Lichtenvoorde. En die had dat dus gemaakt voor mij. En zoals je weet, toen was er weinig materiaal. En als je het goed bekijkt, dat vliegtuigje bestaat voor het grootste deel uit hout. En dat komt van een oude wc-bril. Die heeft mijn neef heel goed afgeveild en bijgeschuurd en geverfd. En daar heeft hij dus een mooi vliegtuigje als cadeautje voor mij voor gemaakt. Het onderduiken, dat hield één heel belangrijke zaak in en dat was dus niet meer naar buiten gaan. Ik kan me nog herinneren, wat ik straks zei, we zijn ondergedoken 24 september 1942 en toen was het 's avonds toch al wat vroeger donker. Dat heel in het begin mocht ik met moeder nog wel eens 's avonds als het donker was een rondje zo rond de boerderij wandelen. Maar dat werd later toch ook te gevaarlijk, dus binnen blijven, dat was het parool. Op de boerderij van de familie Ebbers, daar waren ook twee niet-Joodse jongens ondergedoken. En een van hen, Hendrik van Linten, die was toen 23 jaar en die studeerde in die jaren om later leraar wis- en natuurkunde te worden. En die heeft mij dus iedere keer sommen opgegeven, dus huiswerk laten maken. En zodoende heb ik ook nog wel rekenen geleerd en via een andere kennis kreeg ik taallessen, alleen op schrift. Die gaf dan weer aan een goede buurman die te vertrouwen was een schrift mee dat ik taallessen kon maken. Dus ik heb toch ook nog wel in de onderduik kunnen leren. Wat er dan 10 keer per dag gezegd wordt, ook als ik wel eens even naar voren liep op de boerderij of op de deel. Pas op, werd er dan altijd gezegd. Dat was ook zo'n vaste uitdrukking natuurlijk, heel begrijpelijk, dat je goed op je tellen moest passen. Het was eigenlijk zo dat we natuurlijk, we hadden een kamertje, dus achter in de boerderij, waar we dus overdag zaten. En toen moeder en ik
gingen onderduiken, toen konden we in het begin ook nog gewoon beneden slapen in de slaapkamer. Maar die razzia's en die overvallen, die vonden eigenlijk steeds meer dus 's avonds laat of 's nachts plaats. Dan stonden die overvalwagens, die stonden al voor de deur en dan had je geen kans meer om te ontvluchten. En boer Ebbers, dat was een clevere man, die zei op een gegeven moment, weet je wat, ik ga voor jullie een schuilhokje maken. En waar maakte hij dat schuilhokje? Bovenop de hooizolder. En daar werd het hooi van het hele jaar werd daar bovenop gegooid. Dus als je op die hooizolder stond en je keek zo, dan had je absoluut niet in de gaten dat daar een klein kamertje was, maar je zag alleen een hele grote berg hooi. Je kon daar ook niet staan en je kon je niet... Nee, dat was inderdaad, ik zou bijna zeggen alsof je in een ziekenhuisbed ligt. We lagen, vader, moeder en ik, we lagen absoluut letterlijk en figuurlijk plat en we konden ons niet bewegen. En daar hebben we ook nog iets goeds gedaan, want zoals je weet loopt er op zo'n hooizolder, daar loopt wel eens een muisje. En de eerste 14 dagen of 3 weken, toen hebben we 102 muizen gevangen. Daar zaten soms 2 muisjes tegelijk in de val. Kijk, en het grootste gevaar, dat zeg ik vaker ook tegen de kinderen op school, dat waren eigenlijk niet de Duitsers, niet dat ik ze daarmee goed wil praten, maar dat waren natuurlijk de NSB'ers. Hè, want die waren natuurlijk heel goed op de hoogte met de plaatselijke en vaak ook met de gezinssituaties. Ik geef altijd het voorbeeld, en die naam weet ik ook nog, je had in dat tijd in Lichtenvoorde, ander plaatsje, vlakbij Vassenveld, daar had je een NSB-burgemeester en daar woonde ook een verzekeringsagent, Huuthorst was zijn naam. En die ging dus boerderijen en huizen af om verzekeringen af te sluiten. Dus die was heel goed ook op de hoogte met de gezinssituatie. Dus als die iemand zag waarvan hij dacht, nou, die hoort hier niet, het zij een kind of een volwassene, dan was dat foute boel, want dan volgde er vaak nog dezelfde dag of de volgende dag volgde er een razzia. Die man heeft heel veel mensen verraden en die is later door iemand van de ondergrondse tussen Lichtenvoorde en Vassenveld doodgeschoten. Zoveel mensen had hij al verraden. Dus waarmee ik maar wil aangeven dat de NSB'ers waren in feite gevaarlijker. Ik zeg altijd, die Duitse soldaat uit Hamburg of Bremen of Berlijn, waar die ook vandaan kwam, die wist niet dat in de Spoorstraat 35 in Vassenveld de familie Levi woonde, maar dat wisten natuurlijk wel de NSB'ers ter plaatse. Op een gegeven ogenblik tegen het einde van de oorlog, toen kwam er plotseling een heel peloton Duitse soldaten van de ene op de andere dag bij ons op de boerderij. Die kwamen van het front uit België en die werden eigenlijk steeds verder teruggedrongen richting Duitsland. Vassenveld-Aalten, Winterswijk, dat ligt pal bij de Duitse grens. Dus die werden teruggedrongen van het Belgische front richting Duitsland. En die kwamen van het ene moment op het andere onaangekondigd uiteraard de zaak bij ons op de boerderij. Die waren helemaal vies, die zaten onder de luizen. Die hadden niet gegeten. Dus die hebben zich eerst bij ons eens gewassen en gegeten. En die sliepen op dat hooi waar dat schuilhokje van ons onder was. Dus dat was natuurlijk een uitermate precaire situatie. Dat heeft ongeveer 2,5 week geduurd en we konden natuurlijk absoluut niet van dat schuilhokje af. Dan komen er natuurlijk een paar belangrijke dingen tevoorschijn. In de eerste plaats moesten we natuurlijk eten hebben. Nou kwam daar toch ook weer een gelukkige omstandigheid bij. Je kunt het niet anders formuleren dat die Duitse soldaten, die liepen de wacht om die boerderij. En nou is er een militaire regel en die zegt dus dat een soldaat die loopt 2 uur wacht en dan kan die 4 uur gaan rusten. En nou letten die boer en boerin Ebbers altijd heel goed op en meestal was dat 's nachts om 1 uur of om 3 uur. Als er nou net een van die Duitse soldaten van boven was gekomen van het hooi om naar beneden te gaan om zijn kameraad af te lossen. En die andere die was net naar boven gegaan om te gaan slapen, dan pakte boer Ebbers heel snel de ladder en zette die in de paardenstal en dan stond zijn vrouw achter hem met een paar mandjes eten en dan drukte boer Ebbers heel snel dat luik open, zijn vrouw gaf hem die mandjes eten aan en dan konden we weer een paar dagen vooruit, want ze wisten ook natuurlijk niet wanneer zich weer een goede gelegenheid zou voordoen om ons weer wat te eten
te geven. En dat is, ik denk, zo'n 4 of 5 keer in die tijd heel goed gelukt. Daar is natuurlijk een grote geluksfactor, speelt daar een rol. Ja, dan komt er natuurlijk nog een ander punt bij. Ik vertel het maar eerlijk. We konden natuurlijk ons niet wassen en we konden niet naar het toilet. Dus we hadden 2 potjes. 1 voor de grote boodschap en 1 voor de kleine boodschap. En op het moment dat dat luik dan even open was, dat we dus etenswaren kregen, dan pakte mijn vader die potjes en dan wierp hij de inhoud in de paardenstal op de mest van die paarden. Dus dat viel ook niet op. En dan werd heel snel het luik weer gesloten, de ladder weer weggehaald. En ja, daar hebben we natuurlijk heel veel geluk mee gehad. En toen eigenlijk na die 2,5 week, toen zijn de Duitsers vertrokken en toen weer een paar dagen later werden we bevrijd op 1 april 1945.